Wij gaan met elkaar Gods woord openen. En we doen dat vanmorgen in het Oude Testament, in het Bijbelboek van de Psalmen. En daarvan lezen we Psalm 139. We lezen in het woord van God dit eeuwenoude lied dat tot ons komt deze morgen. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen? Het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw wegen, werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u. En zij zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, Heere, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef me en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, doopouders, gasten, vrienden, overige belangstellende aanwezigen. Vanmorgen willen we met elkaar gaan luisteren naar een lied waarin de auteur zijn schepper looft. En in dat loflied ontvangt hij kracht, troost en hou vast. Ik heb het over Psalm 139. We hebben het met elkaar gelezen. En de tekst voor de verkondiging is vers 13 tot en met 16. Ik lees voor nu alleen nog het 14e vers waar David zegt: ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. We schrijven als thema boven de preek een loflied op de schepper. Een loflied op de schepper. Eerst luisteren naar de aanleiding van dit lied. Ten tweede naar de inhoud van het lied. En ten derde het gevolg van het lied. Dus de aanleiding, de inhoud en het gevolg van het loflied op de schepper. Gemeente, David heeft het moeilijk. Wat er precies aan de hand is, dat weten we niet. Hij spreekt in algemene termen, maar hij heeft last van vijanden. Mensen die hem belagen en beangstigen met valse aanklachten. In vers 19 heeft hij het over goddelozen en mannen van bloed. Mensen die de Heere belachelijk maken en Gods vijanden aanzetten tot valsheid.
En het snijdt David door zijn ziel dat er mensen zijn die zijn goede God haten. En gemeente, deze moeilijke situatie is voor David de aanleiding om een psalm te schrijven. En met dit lied neemt hij de toevlucht tot God. Ja, als gelovige kent David de Heere persoonlijk. God is voor hem niet ver weg of abstract, nee, hij leeft met hem. Dat blijkt ook wel uit hoe hij zijn lied begint. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. Heere, u weet alles. Zelfs voor ik het besef heb dat ik wat ik denk, weet u het al. U bent helemaal met mij vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong vervierd. Zie, Heere, u weet het alles. Beschermend legt u uw hand op mij. Ja, David weet zich van alle kanten omringd door God. En hij kan niet anders dan concluderen, vers 6, dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. En om dit wonder nog extra te onderstrepen, bezingt hij in vers 7 tot en met 12 Gods alomtegenwoordigheid. De Heere weet alles, omdat hij overal is. Al zou ik u willen ontvluchten, het kan niet. Er is geen plaats waar u niet bent. Al steeg ik op naar de hemel, of al daalde ik bij wijze van spreken neer in de hel, al ging ik helemaal naar het oosten, of woonde ik totaal in het westen, ook daar zou uw hand mij leiden, vers 10. Gelukkig maar, Heere, want dat geeft troost en rust. Weet, ik zei het net al, David is een gelovige. En alleen dat is Gods, alleen dan is Gods alwetendheid vertroostend en bemoedigend. Want aan de woorden die hij hier in het Hebreeuws gebruikt, zit ook een confronterend aspect. Dat je God niet kunt ontvluchten. Vroeg of laat zullen we allemaal met Gods oordeel te maken krijgen. Maar vanmorgen is de Heer er nog op uit met zijn grote zondagsliefde om mensen tot geloof te brengen. Misschien u wel voor het eerst. Dat u hier zit en denkt, het zal allemaal wel. Ik heb niks met God en niks met geloof. Ik ben hier voor de doop van Lana, maar verder niks. Of als je de Heer wel al mag kennen, dan wil God je geloof vanmorgen verder versterken. Dat dit zo is, hebben we gezien in de doop van Lana. Want daarin zien we wie de Heere is. Hij beloofde als een vader er voor Lana te zijn. Dat Jezus haar zonde wil vergeven en dat de Heilige Geest haar een nieuw hart wil schenken, dat de Heere lief heeft en het blijdschap wil dienen. Nu, als jij ooit een keer gedoopt bent, dan word je daar vanmorgen weer aan herinnerd. God heeft het ook tegen jou gezegd. Hij wil je God zijn. En zelfs al zou je nooit gedoopt zijn, het feit dat je op dit moment in de kerk zit, bewijst dat God het beste met je voor heeft. Hij wil je tot geloof brengen, om je zo te redden van je zonde. Nu laat dat ons vanmorgen allemaal aansporen, om net als David met de Heere te leven. Je hebt hem nodig. Ja, het is het beste wat een mens kan overkomen. Dan kunnen we net als David alles wat er in ons leven speelt met de Heere delen. De mooie, maar ook de moeilijke kant. Heere, u weet hoe ik vanmorgen opgestaan ben. U weet van mijn verlangen. U kent mijn vragen en worstelingen. U weet mijn vijanden, mijn angsten, mijn moeite, mijn worstelingen. O, wat een troost. O God, u bent mijn God. Ik mag u dienen met alles wat in mij is. En u weet het, Heere. U weet ook de toekomst wat betreft mijn gezondheid, mijn werk, de ontwikkeling in de kerk of in de wereld. U weet het, Heere. En het loopt u nooit uit de hand. Dat geeft rust. Want goede tieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. En nee, God is met eerbied gesproken niet een soort praatpaal, zodat je je verhaal aan hem kwijt kunt en je je zorgen van je af kunt praten. Daarvoor kan je ook naar een goede vriend of desnoods naar een psycholoog.
Nee, je grijpt God vast, omdat je weet dat je alleen bij Hem echt veilig bent. Naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. God is eeuwig. Hij is betrouwbaar. Hij helpt. Hij vergeeft. Hij ondersteunt om in iedere situatie het goede te doen. Ja, Hij staat als de God van hemel en aarde boven iedere situatie. En Hij weet werkelijk wat goed voor je is. Als gelovige weet je dat niet het noodlot regeert, maar dat een liefdevolle Vader je leven leidt. God die alles maakte, de lucht en zondig blij, de hemel, zee en aarde, Hij zorgt ook voor mij. Gideon en Doreen, en met jullie wij allemaal, laten we zo dagelijks met de Heere leven. Neem de tijd om nu al met Quinn en over een paar jaar ook met Lana te praten over alles wat er in hun leven speelt. Zodat ze leren hun hart met jullie te delen. Maar ga ze vooral voor om er in dagelijks alles ook bij God te brengen. Gewoon, alle praktische dingen die ze meemaken. Op school, thuis, op straat. De moeilijke dingen, de fijne dingen. Teleurstellingen, zonde. Dat ze leven onder een geopende hemel. In contact met de God van het verbond. Waar ook zij door genade bij mogen horen. Zodat ze in kinderlijk vertrouwen leren leven met de Heere. Die alles weet en overal is. Nu David neemt dus in zijn moeilijke omstandigheden de toevlucht tot God. En nadat hij heeft gezongen over Gods alwetendheid en zijn alomtegenwoordigheid, begint hij de Heer opeens te loven. En dan niet zomaar, nee, David looft God als zijn schepper. En dat is toch wel bijzonder, gemeente. Dat David dat juist nu doet. Hij zit in de problemen. Je zou zeggen, heeft dus helemaal geen reden om lovend door het leven te gaan. Maar juist dan richt hij zich op God. En looft hem als zijn schepper. Onze tekst van vanmorgen. En broeders en zusters, wat een mooie les voor ons om mee te nemen vanmorgen. Het loven van God is niet alleen mogelijk als je je blij voelt of gelukkig bent vanwege bepaalde geestelijke zegeningen. Ja, dan ook natuurlijk. Maar je kunt de Heer ook loven als het leven tegenzit. En je ziet het allemaal niet meer zitten. Als je dan op God richt en je ziet wie Hij is, dan kan je los van je situatie toch een loflied op je schepper aanheffen. Ja, al zit je leven vol zorgen. Ja, dan kan je je vragen en je gevoelens uitschreeuwen naar God. Iets wat David in andere psalmen doet. Maar hier begint hij, terwijl hij in de problemen zit, de Heere te loven. En weet je, juist dat is een medicijn voor je ziel. Want God wil het gebruiken om je rust en vertrouwen te geven in die, terwijl je in die problemen zit. Door het zingen van je loflied op God sta je je niet meer blind op je aardse problemen, maar je richt je op je goede God die erboven staat. Zodat je met het oog op Hem kunt zingen, God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, als donkere, duistere wolken komen. Ook dan zorgt Hij voor mij. En wat zegt David in zijn loflied? Onze tweede gedachte, de inhoud ervan. Nou, het begint in vers 13. Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Hij begint God te aanbidden als zijn schepper. En dat geeft hem dus vertrouwen in zijn moeilijke omstandigheden. Ik zei het net al. Je hoort hem als het ware zingen. Toen ik nog maar een foetus was, Heere, toen kende U me al. Nog voordat mijn moeder wist dat ze zwanger van me was, toen zorgde U al. Voor een abortusarts was ik nog geen mens en noemde Hij me slechts een klompje cellen. Maar U was al met mij bezig. U heeft me wonderlijk mooi gemaakt. U staat aan het begin van mijn bestaan. U heeft mijn levensloop bepaald. Heere, hoe bijzonder, aan U alle eer. Halleluja. Gideon en Doreen. Zo heeft de Heere ook Lana ontworpen.
Met David gesproken. De Heere zat in de hemel achter zijn tekentafel. In zijn boek heeft hij een schets gemaakt. En vervolgens op zijn moment in de moederschoot geweven en aan jullie toevertrouwd. Lana en natuurlijk ook Quinn. Ja, wij allemaal vinden onze oorsprong bij de almachtige schepper van hemel en aarde. En toen jullie net bij het doopvont stonden, hebben jullie beleden. In het doopgesprek hebben we het er ook even over gehad. Lana is niet van jullie, maar is van haar maker. Ze behoort God toe. Hij is de ontwerper. Wij krijgen kinderen om ze net als David te brengen tot een loflied op hun schepper. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. En met jullie gedrag en in jullie opvoeding mogen jullie Quinn en Lana leren dat het God was die aan het begin van hun leven stond. Hij verdient het om door ons geprezen te worden, zelfs in moeilijke omstandigheden. We hebben het leven immers aan hem te danken. Jongens en meisjes, vinden jullie Lana ook zo lief? Wat heeft God zo mooi gemaakt? Ze is een prachtig kunstwerk. In de psalmen van vanmorgen vergelijkt David het met een borduurwerk. God heeft ze al die 9 maanden in de buik van mama als het ware geborduurd. Met de laagste plaatsen van de aarde in vers 15 wordt de baarmoeder bedoeld. En God heeft voor het borduurwerk allerlei verschillende draden gebruikt. Een rode draad voor de lipjes en een blauwe draad voor de oogjes. En weer een ander draadje voor elk haartje. En de buik en de oortjes en de voetjes en de teentjes. Hebben jullie het gezien? Die kleine nageltjes, inie mini klein. Ja, hoe klein Lana ook is. Alles zit erop en eraan. Het resultaat mag er zijn. Iedere baby is een kunstwerk van God. Als je ziet hoe ontzettend knap het lichaam in elkaar zit, is dat één groot loflied op de schepper. Prijs hem! Roept de schepping ons toe. Ja, maar denkt iemand, dat klinkt natuurlijk mooi bij een gezonde baby. Maar wat nu als een kind geboren wordt met een open ruggetje? Of met het syndroom van Down? Heeft God dan een steek laten vallen? Heeft hij het niet afgemaakt? Ik weet het niet. Ik heb daar geen antwoord op, gemeente. De gebrokenheid van deze wereld is aangrijpend. Maar wat ik wel weet, in het licht van Psalm 139, is dat de Heer ook zulke kinderen kent, doorgrondt en begrijpt. Al kunnen wij soms amper met ze praten, God begrijpt ze altijd. Hij staat aan hun kant. Hij houdt van hen. Misschien nog wel meer dan van anderen. De Heer laat namens in de hele Bijbel zien dat hij een zwak heeft voor zwakken. Uw gemeente, terwijl David in de problemen zit, richt hij zich op God. Brengt een loflied op zijn schepper. Ja, woorden schieten toch tekort. Als je even nadenkt over het leven, toch? Wat is het leven een wonder? Wij kunnen tegenwoordig heel veel. We proberen alles van de schepping na te maken. Maar één ding kunnen we niet. Het scheppen van leven, van nieuw leven. En ja, wij weten veel meer dan David. En als wij zien hoe ingenieus en complex alleen al het lichaam in elkaar zit, dan moet daar toch een ontwerp achter zitten. Dat kan toch geen toeval zijn? Zo complex als het in elkaar zit, daar is mijn geloof te klein voor. Om dat toe te schrijven aan toeval. Denk alleen al aan je hersenen. Die miljarden zenuwcellen die het lichaam aansturen. Hersencellen met een ongelooflijke opslagcapaciteit in zo'n kleine ruimte. Dat kunnen we niet namaken. Of je ogen. Als je ziet hoe dat in elkaar zit, onvoorstelbaar. Of wat dacht je van je neus? Met al die verschillende geuren. Die je vervolgens ook nog weer kan koppelen aan bepaalde gebeurtenissen. Je ruikt iets en opeens moet je ergens aan terugdenken. Van soms al 20 jaar geleden.
wonder. Of je nieren. In vers 13 staat, u hebt mijn nieren geschapen. David bedoelt daarmee zijn gevoelsleven. Maar als we nu gewoon eens alleen naar onze nieren kijken. De slagader van uw nier heeft een miljoen vertakkingen. Die elk weer verbonden zijn met een miljoen minifiltertjes. Dag en nacht bezig om je bloed te zuiveren. En dan kunnen we het nog hebben over je hart en je longen en je darmen. Of welk orgaan dan ook. En het werkt allemaal met elkaar samen. Gemeente, als je ziet hoe God het lichaam gemaakt heeft. Ja, dan ga je toch vanzelf zingen. Wat is de schepper groot? Wat is hij creatief? Prijs de maker. Ja, het menselijk leven is één grote aanmoediging om de schepper te loven en met hem te leven. Aan God alle eer voor het leven op aarde. Hem behoren we in alles toe. En zo komen we bij het derde punt van de preek. Het gevolg van het loflied op de schepper. En ik wil vanmorgen drie noemen. En laat ik het vooraf alvast zeggen, de derde is de basis om de eerste twee te kunnen ervaren. Nu, het eerste is dat David met zijn lied op de schepper eraan herinnerd wordt dat hij door God geliefd en gewild is. Al heeft hij te maken met vijandige mensen die het leven hem moeilijk maken, door de God van hemel en aarde als zijn schepper te loven, weet hij dat die hem heeft gewild. En dat geeft hem als gelovige moed en kracht. Jongelui, via reclames en social media zien jullie allerlei beelden. En daar wordt verteld hoe je er als man of vrouw uit moet zien. Je weet wel ongeveer wat dat is. Zeg maar jong, strak en snel. Het kan er zomaar voor zorgen dat je die maatstaven voor jezelf gebruikt of voor de mensen om je heen. En voor je het weet ben je onzeker over jezelf of heb je een oordeel over anderen. En natuurlijk weet je wel dat er allerlei filters over de plaatjes heen zitten. En dat voor die ene reclamefoto er eerst 100 foto's moesten worden geschoten om die perfecte te hebben. Maar toch kan het er zomaar voor zorgen dat je je onzeker voelt over je lichaam, over je karakter, je doen en laten. Helemaal als ook nog je omgeving allerlei negatieve opmerkingen over jou maakt. Nu, de Bijbel zegt vanmorgen dat jij als schepsel door God geliefd en gewild bent. Wat anderen ook zeggen, voor de schepper ben jij van grote waarde. Je bent geen product van toevallig evolutionair proces. En al voldoe jij niet aan de aardse maatstaven, de wereldse maatstaven, God heeft je vanaf het allereerste begin gezien. Je hoeft niet onzeker te zijn over wat dan ook, je uiterlijk of wie je bent. Zelfs al kun je allerlei mankementen van jezelf opnoemen. Je bent een schepsel van God. En dus ook door de Heere gewild. Ook als dat anders voelt. En juist als je op dit punt te maken hebt met twijfels en worstelingen, ga samen met David je schepper maar loven. Omdat hij je ontzagwekkend wonderlijk gemaakt heeft. En daarbij, de Heere staat niet alleen aan het begin van je leven, nee, hij is op je hele leven betrokken. Dat is het tweede gevolg wat ik zou willen noemen van het loflied dat David in zijn moeilijke omstandigheden zingt. Het is zoals we zeggen, God is de schepper en de onderhouder van het leven. En dan niet afstandelijk, maar dichtbij. De heilige, de eeuwige God is tegelijkertijd een betrokken vader. En juist dat geeft de gelovige David in zijn moeite troost en hou vast. Er is niemand die hem beter kent dan zijn maker. Hij weet wat er door hem heen gaat.
en waar hij doorheen moet. Hij kan God niet ontvluchten, maar dat hoeft ook niet. Want u hebt mijn nieren geschapen. En zoals ik net al zei, in de Bijbel zijn de nieren de plaats van je gevoelsleven. Oftewel, David richt zich op zijn God in het besef dat hij al zijn emoties kent en doorgrondt. Wat een heerlijke wetenschap is dat, lieve mensen. Het laat God niet koud waar zijn kinderen doorheen gaan. Al David er nog geen zicht op, wij weten dat God in Christus zo dichtbij is gekomen dat hij zelf mens werd. Jezus kwam naar deze aarde. Hij ging ook gebukt onder de gebrokenheid van het leven. Zo kan hij nu werkelijk medelijden hebben met onze zwakheden, omdat hij in alles op dezelfde wijze is verzocht als wij, maar zonder zonde. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerste begin, mij niet uit tedere min, uit tedere beminning had ondersteund, ja dan was ik al lang verloren. Maar daarom doe ik in gezangen u steeds mijn lof ontvangen. Met een gemeente, met het noemen van de naam Jezus, kom ik bij het derde gevolg van het loflied. David prijst zijn maker, omdat hij weet, mijn schepper is ook mijn herschepper. Oftewel, God wil je als schepsel zalig maken en je zonde vergeven. Ja, in de diepte van Davids loflied op God als schepper begrijpen we nog meer als we een andere psalm van David hiernaast leggen. Psalm 51. Daar zegt hij totaal iets anders. Hij heeft zichzelf als zondaar leren kennen en moest aan God belijden. Heere, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ja, u heeft me dan wel wonderlijk mooi gemaakt. Maar door eigen schuld ben ik een voorwerp van uw toorn geworden. Nu, hoe wonderlijk is het dat we diezelfde David in Psalm 139 horen zingen. Heere, door genade ben ik ook een voorwerp van uw liefde, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ik neem in mijn toevlucht, in mijn ellende, de toevlucht tot u, omdat ik mag weten dat u mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. U heeft mij getrokken met goede koren van goede tierenheid. O God, wat een onverdiende goedheid en genade. Ik mag u toebehoren. Ik raak er niet over uitgedacht en uitverwonderd. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, vers 17. Hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Ik weet al, komt de naam Jezus in Psalm 139 niet voor. God wordt hier wel de Heere genoemd, met hoofdletters, oftewel Yahweh. De ik ben die ik ben. En hij heeft zijn verbondstrouw bewezen in het sturen van Jezus Christus naar deze wereld. De Heere geeft zoveel om zijn zondige schepselen, dat hij ze wil redden van de ondergang die ze met hun zonde over zichzelf hebben afgeroepen. En zo kwam Jezus als mens naar deze wereld, om plaatsvervangend de zonde en de gevolgen daarvan voor zijn kerk te dragen en te sterven aan Golgotha's kruis. Toen heeft hij de schuld betaald en de dood overwonnen. En deze God, die ziet de praktische en de geestelijke nood van zijn schepselen, opdat ze terugkeren tot hun schepper, die ze zelf verlaten hebben. Maar lieve mensen, leven wij zo al in verbinding met onze maker? Ja? Nou, als dat zo is, dan begrijpt u ook wel dat Davids loflied samengaat met een ootmoedig gebed om leiding. Want dan heb je jezelf leren kennen als zo'n dwaalzieke zondaar. En dan besef je dat die gebrokenheid van deze wereld
en door onze zonde is gekomen. Dan bid je met vers 23, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Dus je looft God als je schepper en je legt je hele hart voor hem open. Inclusief je zorgen en je zonden. Om zo in de moeite waarin je zit, toegewijd te leven aan je schepper. Hij is het immers waard dat we als zijn schepsel leven tot zijn eer. Heere, laat me maar zien wat ik niet goed doe. U heeft mij gemaakt en ik wil wandelen op uw weg. De weg van het leven, de weg van het ware geluk. Ja, daarvoor heb ik u nodig. Maar uw naam is Heere, Yahweh. Jezus is door u gegeven als de middelaar van het verbond. En door hem mag ik u weer toebehoren. Aan hem en met hem aan zijn zijde weet ik dat het zelfs in moeilijkheden goed is. Halleluja. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Mijn tong zal u mijn redder noemen, uw gunstige God getrouwen de ganse dag ontvouwen. Ja, Gideon en Dorien, als hun maker heeft God recht op jullie leven. Hoe het leven ook zal gaan, leer Quinn en Lana hun schepper te loven. Opdat zij nooit zouden vergeten dat ze door hun trouwe verbondsgod ten eerste geliefd en gewild zijn. Ten tweede dat hij op hun leven betrokken is. En ten derde, de belangrijkste, het fundament, dat die God hun zaligmaker wil zijn. Nee, jullie kunnen je kinderen het geloof niet geven. Maar God wil wel jullie gebruiken en inschakelen. Want als we met God verzoend zijn door het geloof in Jezus Christus, onze zonden vergeven en er een band met de Schepper is gekomen, dan kunnen we de liefde van God ontvangen en net als David met hem leven. Laat de focus in jullie opvoeding dus zijn een leven vanuit de vergeving van God, om van daaruit rust en vertrouwen te ontvangen dat de Heere alles weet. En dan, ja, dan is het zo heerlijk om te weten, die God is bij ons. Hij zorgt, hij helpt, hij ondersteunt. Ja, dan kan je met David zeggen, Heere, u doorgrondt en kent mij toch. U weet toch mijn zitten en mijn opstaan. O, gelukkig maar, ondanks onze zonden en tekorten, ondanks de moeite waar we nu in zitten. Weet je het nog, Quinn? Hoor je het nog, Lana? Weet je het nog? God heeft ons lief. Hij helpt, hij draagt, hij vergeeft, hij geeft rust, wat er ook gebeurt. Zijn goedheid is de grond van ons bestaan. En dan maar in de woorden die zij kunnen begrijpen. Dat snappen jullie ook wel. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Gemeente, gasten, Gideon en Dorien, zing zo een loflied op de Schepper. Er zijn redenen genoeg. Ja, zing het met David mee. Prijs de Heer met blijde galmen. Want zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulpe heeft. Wie zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God, die kan hem verhogen in zijn lied. Halleluja voor de Schepper. Amen.